Je maakt mooie dingen, je maakt tastbare dingen. Je kan heel leuk met elkaar samenwerken en elke dag is anders. Ja, we pakken dat eerst even. Het is op dit moment echt een uitdaging om aan goede mensen te komen. Maar gelukkig lukt het ons daar ja, toch goed. Het komt eigenlijk via bouwopleidingen zoals bouwmensen. Samenwerking met detacheerders. Of het zijn bekenden van mensen die al bij ons werken. Redouan, jij bent leerling in de bouw. Waarom heb jij voor de bouw gekozen? Omdat ik het heel leuk werk vind om te doen. Ik ging als jongetje mee met mijn vader die ook timmerman was. En dat vond ik gewoon een leuk beroep. De bouw is niet zo heel erg populair en ze kunnen maar geen mensen vinden voor de bouw. Begrijp jij dat? Nou, eigenlijk niet, want het is best wel heel leuk werk. Wat vind je het allerleukste aan het werk in de bouw? Timmeren, dat vind ik het leukste. En heb je al projecten afgerond dat je er langs kan fietsen? Jazeker. In Amsterdam-Noord heb ik aan veel projecten gewerkt en daar kijk ik me trots naar. Wat voor vakmensen zijn nou het moeilijkst te krijgen? Allrounders. Echte timmerlieden, met veel ervaring natuurlijk. Die overal wel een mooie en goede oplossing voor hebben. Hoe zou die bouw nou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden? Het is de diversiteit natuurlijk ook. Dat is wat het op dit moment ook mooi maakt. En ja, je bent bezig met iets tastbaars te maken. Dat is al leuk. Maar zouden we dat dan niet meer moeten adverteren of meer moeten marketen? Dit is misschien onwetendheid. Het is ook inderdaad kennis ermee maken. Het is een ontzettend mooie branche natuurlijk. En als je nou kijkt naar die nieuwe bouwmethoden zoals prefab of allerlei innovatieve bouw, 3D-printen, zou dat ook helpen om de bouw wat aantrekkelijker te maken? Aan de ene kant maakt het aantrekkelijker, want op het moment dat je prefabt, het wordt beheersbaarder. Als je iets op een andere locatie maakt, op een geconditioneerde, in een geconditioneerde omgeving, en het komt pas klaar op de bouw, ja, dan kun je heel mooi en snel bouwen en dat motiveert natuurlijk. Is dat nou ook wat de bouw leuker kan maken de komende jaren? Dat er steeds meer ontwikkelingen komen waardoor het aantrekkelijker wordt? Ik denk het zeker, want dat is vernieuwend. En het is wel een bepaalde mindset die je met elkaar moet hebben. Omdat ja, als je aan het vernieuwen bent, dan heb je ook een stuk onbekendheid. Het moet allemaal net iets anders dan dat je normaal doet. En dat betekent dat je samen moet werken, dat je daarin naast elkaar moet staan en met elkaar op moet trekken. En dan kan je tot hele mooie nieuwe oplossingen komen. Is de bouwwereld daar klaar voor? Ja, ik denk het wel. Alleen wat je natuurlijk merkt is op het moment dat je bezig bent met een project, wil je en moet je door. En de tijd om even naar nieuwe dingen te kijken is er dan soms niet. Dus je ziet dat dan in stapjes moet groeien.